Dit is onze grote trots, de Matro 3. 1800 ton hijscapaciteit. En ja, je ziet het, het is echt een almachtig groot ding en gewoon geweldig. We hebben diverse families die al echt generaties lang aan Bondermees gekoppeld zijn. Het is een tijd dat het economisch steeds beter gaat. Voor het eerst groeit de economie weer. Er zijn familiebedrijven die al tientallen jaren lang bestaan en het erg goed doen. Hoe komt het dat die Rotterdamse familiebedrijven succesvol zijn? Hoe gaan deze bedrijven met hun tijd mee? Vandaag Bonnemees Drijvende Bokken, het bedrijf van de familie Leenheer. Peter Leenheer, eigenaar van Bonnemees. De vierde generatie Leenheer inmiddels in het bedrijf. Bonnemees is een familiebedrijf. We bestaan volgend jaar 130 jaar. Dat is echt een hele oude toko. En Bonnemees is echt een exploitant van drijvende hijskranen. Dus wij verhuren gewoon bokken. En alles wat te hijsen valt, wat zwaar is, daar komen wij om de hoek kijken. Wat wij hijsen, ja, bijvoorbeeld brugdelen, maar ook een gezonken schip. Maar het meeste wat wij doen is transformatoren, generatoren, echt hele zware turbines. Dat is al core business, dat gaat continu maar door. Ik ben de vierde generatie. Mijn vader, mijn opa en mijn overgrootvader, die hebben het ook al gedaan. Daarvoor hadden we al de heren Bon en Mees. Dus het is echt wel een oud bedrijf. Het Bon en Mees is begonnen in 1888. Toen als een scheepswerf. En voor eigen gebruik hebben ze toen ook wat kleine drijvende bokken gemaakt. Het waren toen nog houten bokken met hand aangedreven lieren. En op een gegeven moment dachten ze van nee, dat is toch wel handel met die drijvende bokken. En de scheepsbouw dat werd minder en minder. En toen is besloten om de scheepsbouw te stoppen, maar door te gaan met verhuren van drijvende bokken. Volgens mij was dat rond 1931. We hebben ook hele bijzondere klussen gedaan. We hebben bijvoorbeeld aan de parkkade walvissen, potvissen op de wal gelegd. Die zijn met drie kleine bokjes op de wal gelegd. En na een paar dagen ontplofte die vissen, want dat zit allemaal gas in. En dat schijnt dus echt dat die lucht van die vissen in Rotterdam-Zuid te ruiken viel. De Matador 1 en de Matador 2 hebben lang goede dienst gedaan voor het bedrijf en doen dat nog steeds. Maar de komst van de zelfvarende Matador 3 in 2002 heeft voor Bonnemees veel veranderd. Door de Matador 3 zijn we eigenlijk in een heel ander segment terechtgekomen. Niet alleen omdat het gewicht, de hijscapaciteit zo enorm toenam van 400 ton, wat ook al niet weinig was, naar 1800 ton. Maar ook omdat de Matador 3 heel goed over zee kan varen, snel over zee kan varen. En we kunnen op zee ook echt dingen plaatsen. We hebben bijvoorbeeld al een paar bergingen op zee achter de rug. We hebben transformatorstations geplaatst voor windmolenparken. We hebben een booreiland geplaatst op de Ierse Zee. Ja, je komt in een heel ander vakgebied terecht dan we eerst met de kleinere bokken, met alle respect. Nou, maak hier even een stroppenplannetje. Dus jij zou ook gaan even naar beneden bellen dan ze starten. De familie Leenheer, dat is natuurlijk al vier generaties na elkaar, van vader op zoon, is het bedrijf doorgegeven. Maar binnen het bedrijf heb je dus ook nog allerlei families die werkzaam zijn bij Bonnemees. En dat ook al generaties lang. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ik ben Roderick Ringeling, ik werk op de Matador 3 bij bedrijf Bonnemees. Ja, mijn naam is Michael Ringeling, ik werk bij Bonnemees als overal inzetbaar. Je mag starten, we gaan de stroppen erin. De bokkengeneratie bij ons in de familie gaat zeker al vijf generaties terug. Ik ben denk ik de vierde generatie en dan is mijn zoon de vijfde generatie. Opa's, ooms, een neef. Aangetrouwde neven, ja, er zit een hoop familie van elkaar. Ja, je wordt ermee grootgebracht, dus dat is... ja, dan op een gegeven moment kom je er toch in terecht, zeg maar.
Ik ben begonnen op de sleepboten bij Bonnemees en uiteindelijk ben ik toch op een bok terechtgekomen. De Pieterel sleepboot, als mijn vader dan, nou, dan ging ik daar bij mee. En ook met mijn neefie. Mijn oom die werkt hier ook, die is hier ook schipper geweest. En dan ging mijn neefie ook mee. Ja, zodoende gaat dat verder en dan, ja, dan kom je hier een keer te werken. In het eerste jaar dat ik bij Bonnemees kwam, heeft mijn vader mij heel veel meegestuurd. Zowel op alle sleepboten als op de bokken. Gewoon om het vak een beetje te leren. Om te zien hoe ze het doen en waarom ze het doen. Dat, ja, dat ga je nooit vergeten. Dat is ontzettend leuk. Ja, je kijkt heel erg naar de langere termijn. Ja, je kijkt dus echt naar meerdere generaties. Je ziet gewoon vaders en zonen. En dat geeft natuurlijk ook wel een stukje verantwoordelijkheid. Martin, heb jij dat hijspannetje voor HSM al klaar? Ja, dat is klaar. Ik zal het heel even laten zien. Ja, Bonnemees gaat continu met de tijd mee. Dat moet ook wel, want de techniek verandert. Je kan met de computer natuurlijk zo ontzettend goed alles nabootsen. Heel veel van die karweien hebben wij al lang bekeken wat we tegenkomen aan obstakels. Om die zoveel mogelijk te elimineren. Ja, dat is echt bepalend voor het succes van ons bedrijf.